Hi, Hartje Manon hier. Examentip nummer 11. De teacher. Ik had een vraag gekregen van Stefanie en beste Aartje, ik studeer enorm traag en ik zoek een manier waarbij ik sneller over leerstof kan gaan. Mijn probleem is ook dat ik van alles samenvat. Dat slorpt tijd op. Maar ik durf er niet af te stappen. Wel, de teacher houdt net rekening met dat aspect van ik heb een samenvatting gemaakt, ik weet dat als er samenvattingen van anderen zijn, dat ik die kan gebruiken, dat dat wel sneller gaat, maar ik durf er toch niet af te stappen. Teacher gaat in op dat aspect en ik denk ook dat je het op die manier kan gebruiken. Ik heb het even nagekeken, het zijn 5 stappen die we gaan doorwerken om de teacher te hebben. Nu, dus de bottom line is eigenlijk dat je gemakkelijk met de teacher gaat overstappen van je eigen samenvatting naar een andere samenvatting. Nu, de reden waarom dat dit werkt, is omdat je afstapt van je monkey mind, van je monkey brain set. Misschien heb je het al gehoord, dat verhaaltje. Het is eigenlijk een heel leuk verhaal. Het gaat over het Verre Oosten waarin dat men aapjes gevangen neemt. En men doet dat op een heel eenvoudige manier. Men heeft een boom, men maakt daar een gat in en men heeft een appelsien. En die appelsien die kan net in dat gat in de boom blijven rusten. Nu op het moment dat is eigenlijk de val al, dus een monkey trap die ze gemaakt hebben. En een aapje komt voorbij, ziet die appelsien en denkt van, lekker eten. Steekt zijn hand in die boom en doordat hij de appelsien vastgrijpt, wordt dat te groot om door dat gat te gaan. Dus hij kan daar niet meer uit, op geen enkele manier. En wat maakt nu dat ik zeg een monkey mindset? Omdat die aap daar gewoon blijft aantrekken. Dus later als de stropers terugkomen om dat aapje gevangen te nemen en dan eventueel op te eten, dan blijft hij gewoon vasthouden, tot als hij gevangen is. Dus de monkey mindset betekent dat je met iets zit dat wel goed kan zijn, maar je op geen moment zou moeten loslaten en die laat dat niet los. En dat is het verhaaltje dat ik mezelf altijd vertel, ook als ik technieken toepas. En als ik soms betere technieken heb en ik hou vast aan een andere techniek. En de teacher is gespecialiseerd op het loslaten van die techniek. Nu ik ga even de vraag van Stefanie beantwoorden. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Ik ga je verschillende stappen doen. Ik geef nog een paar kleine tips mee. En je kijkt maar wat je ermee doet. Oké, dus het eerste was, ik studeer enorm traag. Het kan best zijn dat je enorm traag studeert. Nu, wat is traag studeren? Ik heb een boekje en dat noemt Hoger Onderwijsreeks. En een van die boekjes die daarin staan is studieplanning. En ze hebben een wetenschappelijk, dat komt van hogeschool en van universiteiten in Nederland. Ze hebben nagegaan hoeveel bladzijden je eigenlijk dient te kennen op een uurtje tijd. En ze komen uit aan 3 pagina's. En dan betekent ze 3 pagina's geblokt en gekend voor het examen. Dus als je die 3 pagina's op een uurtje kent, dan ben je eigenlijk niet traag bezig, dan ben je bezig met moeilijke materie en heb je een tempo die iedereen aanhoudt. Dus ik denk dat dit al een leuk antwoord is waarmee dat je iets kan aanvangen om even een maatstaf te hebben van wat helpt of wat helpt niet. Dus 2, ik zoek een manier waarbij ik sneller leerstof kan opnemen. Ik zou zeggen, schrijf hier mijn website, Nebisia. Het gaat vol met tips en met technieken die je sneller helpen vooruit komen in je studies. Ik laat je een aantal tips zien, ik laat je video's zien, ik stuur je rapporten op, ik laat je audio horen. Je hebt er een aantal van alles en nog wat. En de reden waarom ik dat doe is omdat ik natuurlijk graag zou hebben dat je naar mijn training komt, poort naar je diploma. 5 dagen exclusieve training die specifiek gaat over alle mogelijke technieken die je vooruit helpen bij het studeren. Nu, dit gezegd zijnde, laat je niet afschrikken. Ga gewoon rustig naar die website en neem de technieken die ik je daar aanbied. Maak er gebruik van, zou ik zeggen. Oké. Mijn probleem is dat ik alles samenvat. Wel, samenvatten is natuurlijk geen probleem. Het is een heel verstandige zet dat je alles samenvat. Het is iets dat je hoogstwaarschijnlijk mee hebt van het secundair onderwijs. En voor degenen die het daar niet gedaan hebben, beginnen ze meestal op een universitair onderwijs daarmee. De reden is heel eenvoudig. De materie is zo groot dat je ergens toch iets of wat condenser wil. Dus vind ik samenvatten heel eenvoudig. Een van de beste manieren om met je leerstof om te gaan. En dan zitten we nu aan het laatste stukje van de vraag. Dat was eigenlijk, ja,
Pom pom. Dat is